De telecomindustrie heeft zich in de afgelopen 10 jaar conservatief ontwikkeld. En dan met name in het begin van die eerste 10 jaar. Dat heeft met een aantal zaken te maken. De kwaliteit van de ISDN-centrales, die stonden en hingen langer bij bedrijven als gepland. De kwaliteit van IP-telefonie, van VoIP, liet te wensen over. Met name de geluidskwaliteit en de verbinding. Economisch gezien was het een mindere periode. En we zien nu eindelijk heel duidelijk dat de migratie naar VoIP grote vormen gaat aannemen. Wij als D&Connect zorgen er uiteraard voor dat de propositie die we hebben, dus het product en de dienst die we leveren, aansluit bij de wensen van de markt en de klanten. En daar hebben we een uitstekend partnerkanaal voor die onze diensten en producten goed kunnen verkopen. Wat belangrijk is, zonder afbreuk te doen aan de IP-technologie, VoIP-technologie, is dat het hosted product op een hele simpele manier en op een heldere manier wordt uitgelegd, verkocht kan worden, waarbij het partnerkanaal daar een goede boterham aan kan verdienen. De trends op telecom en IT-gebied houden we in de gaten. Je ziet, en VoIP is daar een mooi voorbeeld van, dat trends vaak heel vroeg ontstaan. Maar, de perceptie van de markt duurt vaak vrij lang. Dus je kan ook te vroeg zijn met je producten. Wat belangrijk is dat op het moment dat die trends de markt opkomen, dat je de vertaalslag kan maken. Van hoe gaan we dat in een propositie stoppen? Hoe kunnen we het verkopen? Hoe kunnen we het begrijpbaar maken? En hoe kunnen we daar een interessante commerciële propositie voor onze partners voor maken? Wat je heel duidelijk ziet nu is dat de integratie van IT en telecom, waar ook al heel lang over gesproken wordt, nu pas echt goed plaatsvindt. Je ziet IT-bedrijven die zich op het telecomvlak begeven omdat ze al met netwerken en IP bezig zijn geweest. En je ziet dat de telecom, traditionele telecompartners moeite hebben om aan te haken. Maar wel inmiddels bedacht hebben dat dat nodig is om van beide vlakken kennis en know-how op te bouwen. Om het uiteindelijk aan klanten te verkopen. Nee, die ligt niet puur in mobiel. Mobiel is wel een belangrijk aspect daarin, uiteraard. Waar die wel in ligt, is de integratie van vast en mobiel. En dan met name zakelijk. Kijk, privé, consument georiënteerd ligt die heel duidelijk in aan de mobiele kant. Zakelijk gezien is de integratie van vast en mobiel, waarbij het voor medewerkers van bedrijven niet uitmaakt of je op kantoor bent, of je onderweg bent, of je extern op een locatie aan het werk bent. Mobiel maakt een integraal onderdeel uit van de telefonieoplossing als zodanig. En D&Connect heeft met haar hosted IP-propositie een technisch geïntegreerde oplossing, wat enorm aanslaat bij partners en dus ook eindgebruikers. Naast een grote beurs met veel exposanten zullen wij als D&Connect prominent aanwezig zijn. We laten uiteraard zien waar we mee bezig zijn. Maar voor ons is het ideaal moment om contact te hebben met klanten, met partners, met collega-bedrijven. En we traditioneel organiseren wij de beursborrel. En dat is de afgelopen 3 jaar een fantastisch evenement geweest. En dat gaat het dit jaar zeker weer worden.